Wat is jou verder opgevallen in de krant van vandaag? Nou, ik las hier op de tweede pagina een ludiek rubriekje over de affaire Verdonk. En ik heb me zo ontzettend geërgerd aan die mevrouw. Die mevrouw die heeft altijd van die ingestudeerde speeches. En dan gaan ze de flinke Iron Lady uit zitten hangen. Maar ik ben een linkse liberaal. Ik heb bewust gestemd op Rutte, omdat de man is tot partijleider gekozen. En een dag nadat ik op Rutte gestemd heb, komt mevrouw Verdonk uit de Hoge Hoed en die eist met veel bombarie het leiderschap op. Maar ik wil absoluut niet horen bij een VVD met Verdonk als leider. En in de voetballerij gelden wetten en eigen regels, zoals ik net al zei. En daar zeggen ze altijd, er is geen speler groter dan de club. En dat zou mevrouw Verdonk eens moeten realiseren. Er is geen VVD-lid groter dan de partij. Maar dat mens is gewoon voor haar eigen ego bezig. En die wil gewoon de baas spelen. En ik vind het een levensgevaarlijke mevrouw. En als ik de leiding van de VVD geweest was, had ik haar nu gerooieerd en eruit gezet. Want dit is gewoon wangedrag wat zij geëtaleerd heeft.